Merel Konijn is een van de nieuwe gezichten bij Jumbo-Visma. Na het afgelopen seizoen, dat voor haar heel succesvol was, maakte ze de overstap naar de ploeg van Jack Ory. Een hele verandering, maar de eerste indrukken zijn positief. Tuurlijk, ze gaan er dingen anders, maar uiteindelijk is het gewoon, de basis is wel redelijk hetzelfde, de benadering. En natuurlijk verschillen er best wel grote details, maar de mensen in de ploeg is misschien nog wel het grootste verschil, zeg maar. Maar ja, die leer je al beter kennen in de afgelopen weken. En dat gaat natuurlijk bij het eerste volgende trainingskamp pas echt een beetje. Ja, maar de eerste indruk is in ieder geval heel erg goed. In december miste Konijn op een haar na de Olympische Spelen. Toch mocht ze als reserve mee naar Beijing. Daarna werd ze in Tialf Nederlands kampioen allround. En mocht Konijn in Hamar meedoen aan het WK. Ja, en daar kijk ik gewoon met heel veel plezier op terug. En ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb. En ja, dat smaakt naar meer. En daar gaan we nu gewoon heel hard aan werken. Maar ja, ik besef me wel dat ik daar wel nog wel wat stappen te gaan heb. En dat vind ik ook gewoon heel leuk om nu... elk seizoen begin je gewoon weer vanaf nul. Dus ik ga kijken of ik het beter kan dan vorig jaar. Dat ik dat kan meenemen. Maar merk je dat mensen jou nu toch misschien anders benaderen? Dat je meer herkend wordt? Dat mensen anders over jou praten nu? Ik weet niet. Zelf heb ik dat misschien... Ik heb het eigenlijk pas door als ik thuis kom in Edam. En dat ik dan mensen die ik heel lang niet gesproken heb... dat die dan heel enthousiast reageren. En dan denk ik, oh ja. En als je dan, omdat je elkaar een jaar niet gezien hebt... en dan het jaar doorneemt, dan denk je... wow, wat is er in een jaar veel veranderd. En dan heb ik het heel erg door. Maar hier is het gewoon zo... Ja, je bent eigenlijk gewoon zo gefocust bezig en... Ja, ik geniet wel echt volop van hoe het er nu allemaal zich ontwikkelt. Konijn hoopt dit jaar veel te leren van coach Jack Ory. De goede gesprekken die ze met hem voerde overtuigden haar om naar Jumbo-Visma te gaan. Uiteindelijk maak je een keuze toch ook wel, tenminste ik ook wel echt op van... hoe zie je die samenwerking? Heb je een goede klik? En die was er. En anders had ik, dat is voor mij wel heel belangrijk, zeg maar. Met Jutta Leerdam heb je natuurlijk al samen in de ploeg gezeten. Nu zit je ook bij anderen, zoals Antoinette de Jong. Dat is natuurlijk een hele goede allrounder, waar jij denk ik veel van kan leren. Vormen jullie samen een mooi duo als je kijkt naar het allrounder? Ja, ik denk dat we wel dat een mooi duo kunnen gaan vormen. Ja, zeg maar, nu hebben we nog vooral veel fietstrainingen samen gedaan. En dan is het vooral gewoon... We hebben het eigenlijk niet heel erg veel over het schaatsen nog gehad, maar gewoon over andere dingen. Antoinette gaat natuurlijk trouwen, dus daar is ging heel veel over. Ja, je leert elkaar gewoon op een andere manier kennen en dat is heel leuk. En nu ben je gewoon bezig met, hoe gaan we deze zomer zo goed mogelijk doorkomen, elkaar beter maken. Maar dat is, dat doe je met alle meiden. Ja, ik hoop wel dat gewoon echt als een team voelt. En dat is tot nu toe wel het geval in mijn optiek.